Hoi allemaal, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik een video samenwerking met Zacht Paardenkracht. Dit is een coaching. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Dat gaan we dus in deze video doen. Daar kom je er nu achter. wat houdt coaching precies in? Nou, coaching houdt eigenlijk in dat mensen die ergens mee zitten. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Of het nou weinig zelfvertrouwen is. Of kinderen die gepest worden. Of eigenlijk met allerlei verschillende problemen. Kunnen we door middel van bepaalde opdrachten met paarden te doen. Proberen om dat probleem op te lossen. Ja, en ik had het probleem dat ik niet goed kon opstappen. Dit is al trouwens heel lang geleden opgenomen. Hoe lang geleden? In november, eind november. Yeah. Maar ik kwam er maar steeds niet aan toe. En nu, jee, eindelijk. Ik had heel erg het probleem met opstappen. Dat Lotje niet wou luisteren en met aansingelen. En dat gaat nu veel beter. Dus het heeft wel geholpen volgens mij. Maar ja, er zijn natuurlijk ook andere dingen die kunnen helpen. Oh, en nu komt er ook even bij. Er zijn natuurlijk ook andere dingen die kunnen helpen. De meningen zijn er echt over verschillend, hè? Ja. Maar ik denk dat dat hetzelfde geldt eigenlijk voor alles. Ja. Hè? Van waar de een wel iets aan heeft, ja, heeft de ander ja, ik heb er wel wat aan gehad, denk ik. Oh, nou, dat is hartstikke sowieso in ieder geval de band met Lotje. Ja, ja. En ik weet niet precies waar we nu zijn in het filmpje. Maar we beginnen met stenen neerleggen. En waarvoor hebben we dat gedaan? Want dan moeten we stenen neerleggen. En dan moest ik dan iets bijleggen waar ik dan, hoe ik me daarbij voelde. Ja. Dus ik, ja. Nou, eigenlijk heb ik daarvoor gekozen om, zodat ik heel goed zou gaan begrijpen van waar zit nou eigenlijk het probleem? Op wat voor moment ontstaat dat? En dan heb ik voor die stenen gekozen. Het hadden ook best bijvoorbeeld pionnetjes kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk om iets neer te leggen wat voor een bepaald moment staat. Ja. En bij jou had dat dan heel erg te maken met het opzadelen. Ja, en het opstappen. Maar bij andere mensen kan het bijvoorbeeld ook zijn van, goh, ja, wanneer heb je nou voor het eerst gemerkt dat je gepest werd? Oh, of ja, dat ze dan beginnen bijvoorbeeld per jaar of per maand? Ja, per jaar of per dag? Of per maand, ja. Oké. Okay. Ja. Wat voor opdrachten zijn er nog meer dan? Opdracht wat we ook hebben gedaan is een hindernis maken. Ja. Dat is een opdracht. Is het zo, jij bent al heel erg gewend om met paarden om te gaan. Voor mensen die dat niet gewend zijn, kan een opdracht ook al zijn van, goh, maak eerst eens contact met een paard. Dus gaat aaien of zo? Ja, gaat aaien, gaat eens poetsen, doe het een halster om, loop eens een rondje in de bak. En bij mensen die niet zo gewend zijn om met paarden om te gaan, kan dat ook al heel veel zeggen. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat is het begin. Ja. Want dat is dan het bloedje eruit gehaald als ik er heen loop. Want ik heb die nog vrolijker gedaan, omdat het uit de wei ook altijd wel moeilijk gaat. Ja. Maar dat gaat wel, het is niet heel moeilijk. Ja. Dus, en dan als ze meeloopt, dan valt het wel meer. Soms moet ik heel boos worden. Ja. En dan loopt ze wel mee. En ik heb ook al een paar kilo sheerzees mee moeten nemen. En dan wou ze ook niet meelopen, hè? Nee. Ja. Maar en loopt ze niet mee? Of loopt ze ook van je rug? Nee, ze loopt. Ze blijft eigenlijk gewoon staan. Dat was ze net ook. Ze staat gewoon in de wei. En ze kijkt ze je aan, doet halsen om. En dan staat ze er. En dan gaat ze gewoon heel eigenwijs staan. Het is echt een merrie. Ja. En dan, gisteren ging het dan wel goed. Want toen ging ik gewoon echt schreeuw. Ik ging wel zeggen, je loopt nu mee, want anders ook niks afgemaakt of zo. Maar toen liep ze het eigenlijk wel mee, toen bleef ik mijn stem maar verheffen. Toen ik eruit was, heb ik haar pas beloond. Omdat ik toen dacht van dat is pas het moment om haar te belonen. Want anders gaat ze het later pas. Dan gaat ze het nog steeds blijven. Ja. En daarom ging het vandaag op zich wel goed. Dus daarom de paarse bloemetjes. En het allervrolijkste. Ja. Dat is voor het zadel, want het poetsen en alles is niet zo belangrijk. Dat gaat allemaal gewoon goed. Want vanaf het zadel, dat ik het zadel pak en het erop leg en dan daaronder de singel onderdoor, dan wordt het, dan voel ik spanningen, dat wordt helemaal, dat gaat nooit goed. Ja, zeg, dan voel ik spanning. Ja, voel ik spanning. Maar waar voel je dat spanning? In je buik. En begin dat wanneer je naar de zadel pas loopt? Ja, als ik naar de zadel pas loop. Maar ik kan er ook niks aan doen. Het is van, ik denk er niet over na, het gebeurt gewoon.
Nee, dat snap ik. Je denkt niet van tevoren, oh, nou ga ik eens even spannen. Nee. Ja, soms dan zeg je, als ze er niet over nadenkt, dan komt het niet. Maar ook al denk ik er niet over na, komt het. Ja. Ja, dat is normaal wel spannend, hè? Ja. Dat gebeurt. Ja. Was het dan zo dat je dat weg kon denken? Ja, want heel veel mensen zeggen, ja, je moet er gewoon niet mee bezig zijn, niet aan denken. Maar ook al ben ik er niet mee bezig of denk ik er niet aan, komt het toch. En daarom ook hier weer een bedankt laatje, omdat het met opstappen dan... Ja, het gaat ook wel beter, alleen toch blijft het wel voor mijzelf heel moeilijk. Omdat ik gewoon bang ben dat ze weg gaat lopen of dat ze niet meer wil luisteren. Of... Eigenlijk gaat alles door mijn hoofd dat ik er van af kan vallen. Maar zodra ik erop zit, dan word ik weer helemaal vrolijk en blij. En dan de rest van de tijd gaat gewoon goed. Ja. Maar is er eens iets wat echt gebeurt? De allereerste keer dat we met zadel gingen rijden. Toen mocht ik als eerst, maar toen ging ze stijgen en alles, omdat ik het heel spannend vond. Ik vond het gewoon leuk en spannend en ik had er gewoon zin in. En op een gegeven moment, ja, dan ging ze de voorbenen alles in de lucht gooien en hoofd omhoog, toen durfde ik ook niet meer. Toen is Anouk als eerste gegaan. En de tweede keer opstappen dat ik ging, ging het helemaal goed. Ja. En toen hebben we ook heel lang gedaan dat ik als tweede ging. Maar ja, op een gegeven moment is het gewoon van, ja, ik heb vandaag geen tijd of ik heb vandaag geen zin of wat dan ook. Ja. En dan moet ik alleen, dan moet ik als eerste opstappen en dat gaat dan nu wel. En alleen, ja, ik vond dat ook heel erg. Ik heb een keer een juf gehad. En die juf die was ontzettend overspannen geraakt. Die had heel lang les gegeven, maar op een gegeven moment was het toch te veel geworden. En nou ja, zij merkte dus bij het paard dat het paard geen stap wilde zetten. En wat bleek nou eigenlijk? Omdat zij overspannen was geraakt. Zij was eigenlijk bij alles wat ze deed zo bang dat het voor haar te veel zou zijn. Ja. Dat ze eigenlijk alles heel rustig en voorzichtig deed. En toen ze dat inzag en dacht, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. Want ik kan eigenlijk best wel wat. Ik heb verdorie 20 jaar voor de klas gestaan. En toen met dat inzicht en met die energie, toen ze opnieuw probeerde een rondje te lopen, ging dat helemaal zonder problemen. En dat heeft zij toen ook mee kunnen nemen gewoon in het dagelijks leven. Ze dacht van, weet je, ik ga weer opnieuw solliciteren, dat kan ik best. Het is gelukt. En dat is ook gelukt, ja. Toen gingen we een hindernis maken op een gegeven moment. Ja. En ja, Lotje die vond helemaal niks eng. Nee. Dat was wel heel grappig. Ja. Dus dan kwamen we ook weer achter, Lotje is gewoon bomproef. Ja. Dat zien jullie wel, ja, nu ook. Alleen, en waarom een hindernis? Nou ja, die hindernis, het is... voor een deel een beetje symbolisch. Hè? Die hindernis stond dan ook eigenlijk voor het probleem. Ja. Wat jij met Lotje ervaarde. Hè? En omdat het dan... ja, dus voor een deel is het symbolisch. Maar bij jou en bij Lotje was het ook mijn bedoeling om te kijken van... Hey, kunnen we het een beetje spannend maken? Dus kunnen we die spanning oproepen? Nou, dat werkt. Maar dat werkte niet. Nee. Lotje vond echt... helemaal niks eng en ik vond het ook niet eng, maar ik wist dat Lotje vindt het niet eng. En ik denk dat als ik had gedacht, Lotje vindt het eng, dat Lotje het dan ook wel wat spannend zou vinden, maar dat ze het dan alsnog had gedaan. Ja. Of dat ze dan misschien niet wou gaan lopen of zo, maar ja, ik weet niet. Ik ken Lotje ook heel goed. Eigenlijk zou ik het gewoon een keer met Tinky of Wiebke moeten doen. Ja, ja. Aan de andere kant, ja, ik weet niet of het voor jou zo gewerkt heeft, maar ik dacht wel van, hè, toen ik jullie zo bezig zag... Ja, het kan niet anders dan dat jullie een hele goede band hebben. Want Lotje doet het allemaal en vertrouwt jou blindelings. Loopt overal achteraan. Ja. En misschien dat jou dat ook wel een klein beetje geholpen heeft. Van, hey, maar als dit allemaal lukt, moet toch misschien dat aansingelen eigenlijk ook wel kunnen lukken. Ja, want dat gaat nu echt heel goed. Ja. Ja. Eigenlijk, ik denk... Ik weet het niet precies, maar ik denk eigenlijk dat het op die manier gewerkt heeft. Juist omdat we er zo samen achter kwamen van, ja, het lijkt alsof jullie eigenlijk alles samen kunnen. Ja, dan moet dat aansingelen toch ook lukken. Nee, maar sinds dat ik ook de coaching heb gedaan, eerst deed Lotje nog moeilijk met de wei uitgaan, maar nu, of toen, de volgende dag dat ik haar ophaalde, ze liep zo mee. Ze liep echt als een lammetje mee, of niet een lam, maar gewoon een hond, jongens, opgevoed, liep ze de wei mee uit. Ja. En dat deze eerst wou ze echt niet mee. Dus misschien, ja, volgens mij heeft het wel geholpen, ja. Ja, en dat is dan, ik denk dat het zo werkt dat jij eigenlijk ervaren hebt van, hé, eigenlijk kunnen we dat heel goed samen. Ja.
En wat denk ik veel mensen tegenhoudt, zijn allerlei gedachtes. Van, oh jee, als ze maar meegaat zo, en als ze het maar doet, en dit en dat. Ja, en dat voelt een paard feilloos aan, want dan bouw je toch zelf een beetje spanning op. Ja. Ja, en dat voelen paarden heel erg aan. Ja. En toen helemaal op het einde deed ik en mama een spel, wat eigenlijk niet te doen was. Dat kun je niet goed zien, want de camera was niet helemaal goed. Maar de bedoeling was, we liepen. En dan hadden we twee touwen en dan hadden we pionnen en dan moesten we overheen. Alleen waar Lotje liep, om zo te zeggen, was de oever. Dus Lotje mocht alleen nat worden en wij mochten geen natte voeten krijgen. En dan moesten we omdraaien en moesten we de touwen naar elkaar toe gooien. Of iets waardoor de touwen omwisselden. Maar dat gaat dus eigenlijk helemaal niet. Nee. Alleen waarom dat spel? Ja, moeder had ook wel eens aangegeven van, kan ik jullie daar nou bij helpen? Of moet ik dat juist niet doen? En toch lastig, moet ze het nou zelf uitzoeken? En dit was eigenlijk een opdracht of een spel om te kijken van, hoe is nou eigenlijk jullie samenwerking? En kan daar iets in verbeterd worden? Heb je een site? Ja. Oké, dan zet ik die in de beschrijving. Dus allemaal als je dit zou willen doen. Hier is een linkje in de beschrijving en dan ga je aanmelden en ga het doen. En ook nog andere Facebook of zo? Ik heb ook een Facebook. Staat ook in de beschrijving? Ja. Allemaal heet dat zacht paardenkracht? Ja. Oké, en dan staat het allemaal in de beschrijving. Dus als jullie het nou ook willen, want het is heel bijzonder. Je kunt ook met je eigen paard of was het een beetje uitzondering? Nee, je kan zeker ook met je eigen paard. Want voor mij was het ook wel eens leuk om een probleem van een ruiter, zou ik maar zeggen, op te lossen. Hè? Ja. Dat bleek eigenlijk heel leuk te lukken. Ja. Dus het kan zeker ook met je eigen paard. Ja, dan moet je wel even een trailertje hebben. Ja. Nou, dat is ook... Of jij zou ook naar... Ja, naar ik kan toeken. Ook. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. En dat is eigenlijk het enige van, dan hebben we een plek nodig waar we even rustig, zonder dat er veel andere mensen zijn, aan de slag kunnen. Maar ik kan ook naar iemand toekomen. Ja. En stel je hebt geen eigen paard, maar je zou het toch willen doen. Er staan hier twee hele mooie paarden. Tinky en Wiepke. En dat is een haflinger en een Tinker. Tinker. En die zijn heel lief en braaf. En daar zou je het ook nog mee kunnen doen. Als je bijvoorbeeld gepest wordt of je gewoon iets hebt. Maar ik weet niet zo wat. Ja. Of als je je gewoon niet lekker in je vel voelt. Ja. Somber voelt. Of ergens bang voor bent. Ja, slecht slapen. Precies, ja. Dus doe dat.